broeders en zusters. Mag ik u allen van harte welkom heten in deze eredienst. In deze dienst zal voorgaan dominee Diana de Grave en onze organist voor vandaag is broeder Marino Starke. Mag ik u allen een gezegende dienst toewensen. Van harte goedemorgen, lieve mensen, op deze zondag 27 september 2020. Het is de tweede zondag van de herfst. Mag ik u uitnodigen, degenen die hier aanwezig zijn, om te gaan staan als we samen zingen lied 209, daarvan vers 1. Unsuma ala opodang, unhati. En ons stemlied 209. En zo mogen wij beleiden, geloven, ook op deze morgen, een dag aan ons schonken, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk waarmee Gods hand, zijn hand, is begonnen. Genade en vrede aan ons allen, van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. U mag plaatsnemen. De psalmlezing op deze zondag is gehaald uit Psalm 25. En we lezen vanaf vers 1 tot en met vers 10. Psalm 25, vers 1 tot en met vers 10. Het is een gebed om vergiffenis en verlossing, een gebed van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, Heere. En uw gunst bewijzen, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen. Gedenk mij naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, Heere. Goed en waarachtig is de Heere,
Daarom onderwijst hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet hij wandelen in het recht en hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Tot zover vers 1 tot en met 10 uit Psalm 25. We zingen als antwoord op deze woorden vers 1 en 2 van lied 379. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. We zijn gekomen bij de dienst van het woord. Het is het hart van de liturgie dat wij ons willen laten gezeggen door God. God die spreekt vanuit het woord tot ons mensen. En op deze week mogen wij ons hart openen en we vragen daarbij om verlichting. Verlichting met Gods geest om te verstaan, te begrijpen, maar ook om ernaar te kunnen handelen. De lezing van vandaag is gehaald uit Genesis 32. Het is de bekende lezing over de worsteling van Jacob. En ik wil u meegeven dat het soms wel lijkt alsof wij mensen geen fouten meer mogen hebben. We moeten beantwoorden aan idealen, verwachtingspatronen. Aan kinderen wordt gezegd, je moet de beste zijn in de klas en straks begint de school weer. 1 oktober zullen de scholen weer aanvangen en we gaan de kinderen weer aanspreken, aanmanen van je moet je best doen, je moet de beste zijn in de klas, je moet geen fouten maken. Of anders zeggen we aan mensen, je moet een hobby hebben en je moet er goed in zijn. Ja, doe je best. Aan volwassenen wordt gezegd van je moet een specialist zijn in je vak. Je moet opgewassen zijn tegen concurrentie. Je moet sterk staan. En mijn vraag is, mogen wij mensen in deze tijd nog gewoon mens zijn? Mogen kinderen gewoon kind zijn? Spelen zoals ze zelf graag zouden willen. Mag het zijn dat ze ook niet echt een ster zijn in iets? Ik weet dat als kind ik wel eens vaker hoorde... je hoeft geen 10 te krijgen. Als je een voldoende haalt, is dat al goed.
En het blijkt dat we zelfs de kleinste tekortkomingen niet meer kunnen willen vergeven. Maar gelukkig, lieve mensen, gelukkig mogen wij voor God gebreken hebben. Dat zullen we vandaag horen. En we zullen horen dat we bij God telkens weer een kans krijgen. Laat ons bidden. Genadige God, schepper van onze ogen, schepper van ons verstand, schepper van ons hart. We komen tot u op deze morgen en vragen dat u ons de discipline geeft om op een liefdevolle manier om ons heen te kijken en mensen en dingen op hun echte waarde in te schatten. U bent het die ons iedere dag weer opnieuw kansen geeft om te leven. U bent het die ons de mogelijkheden schept om het leven ook mooier te maken. Daarom, lieve God, help ons om iedereen voldoende kansen te geven om samen te genieten van uw levensgeschenk. Leer ons daartoe de mildheid van Christus Jezus, uw Zoon, die is onze Heer. Amen. Ik hou u de lezing voor, gehaald uit het boek Genesis, hoofdstuk 32, vanaf vers 22 tot en met vers 32. Jacob's worsteling. Toen stond Jacob in die nacht op. Hij nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen, zijn 11 zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. En hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen de man zag dat Jacob hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zei hij: laat me gaan, want de dageraad is gekomen. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Daarop zei hij tot hem: hoe is je naam? En hij zei: Jacob. Toen zei hij: je naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want je hebt gestreden met God en mensen en je hebt overmocht. En daarop vroeg Jacob: zeg me toch je naam. Maar hij antwoordde: waarom vraag je toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op toen hij door Penuel getrokken was. En hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op vandaag de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat hij, Jacob, op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Tot zover deze lezing. Jacob zijn worsteling, gehaald uit Genesis 32,
de versen 22 tot en met 32. Zalig zijn wij allen die de woorden Gods horen. Mogen wij de woorden in het hart bewaren. Met andere woorden, mogen wij naar die woorden gaan leven, ernaar handelen. En we vragen God ons hierin bij te staan. Halleluja. Amen. Zullen wij samen zingen lied 166, vers 1, 2 en 3. O hoogte en diepte, looft nu God. Lied 166. De school volgende week weer zal beginnen. Dat is ons medegedeeld geworden door de overheid, dat de scholen weer een aanvang zullen maken en dat het zodanig verdeeld is dat niet alle kinderen op hetzelfde moment op school zijn, maar dat er een verdeling is over de week. Goede zaak om te bedenken dat vanaf maart de scholen gesloten waren en gelukkig dat er online nog lessen gegeven konden worden. Kinderen de examens konden maken, de repetities konden maken en zo ook konden vernemen, ben ik nou overgeslaagd of niet. En nu weer een start, met een nieuw schooljaar. En als gebruikelijk dan zou deze dienst dan een back to school dienst zijn. We zouden de kinderen uitnodigen, zouden met de onderwijzers en de onderwijzeressen zitten met ouders en samen het schooljaar inluiden, vragen om Gods zegen over een nieuw schooljaar. En dat wil ik ook vandaag doen, alhoewel we maar met ons weinigen hier zitten, maar verbonden met u allen thuis doen we dat, verbonden ook met alle kinderen, dat ook dit nieuw schooljaar een gezegend schooljaar mag zijn. En vandaar de lezing van vandaag. Ik heb mij niet gehouden aan het leesrooster, maar gekozen voor deze lezing. En als thema deze zondag, vooral voor de kinderen: wie ben je? Wie zijn wij? Wie ben je? Wie ben ik? Zul je zeggen, ja, u bent dominee De Graven. Maar ben ik dat echt wel? Wie ben je? Het is niet zo gemakkelijk te zeggen. Waarom? Omdat we in ons leven allerlei taken hebben met
de daarbij horende rollen. En het kan zijn dat één rol, een bepaalde rol, helemaal beslag op je legt. Mensen zeggen, u bent dominee de Graven, als ze me tegenkomen. En soms horen ze me gewoon praten. Bent u niet de dominee? En dan zeg ik, ja, maar ben ik de dominee? Ik ben Diana de Graven. Toch? En men zet je in een rol, omdat je die functie bekleedt. Je moet je daarin ook, je moet je zo ook profileren en vertonen aan de mensen. En daarom weet ik dat vele mensen wel eens verbaasd kunnen opkijken als er uit de mond van dominee de Graven een schuine mop komt. Dominee. Ja, ik ben Diana. Toch? Dus, en die rol kan beslag op je leggen dat je vergeet wie je bent. Als beroep ben je verpleegkundige. En men ziet je alleen als verpleegkundige, als niets anders. Ja, je bent geen moeder, je bent geen dochter, je bent geen zus, je bent geen mama, je bent geen tante, je bent geen oma. Je bent verpleegkundige. Zodra er wat is, roep er. Ja toch? Of roep hem. Want je hebt ook mannelijke verpleegkundigen. Ja? Men plaatst je helemaal in die rol en het neemt dan helemaal beslag van je. Omdat men, je omgeving, dat ook van je verwacht. Wie ben je zelf? En daarom is het goed om even afstand te nemen en goed te kijken naar jezelf. Wij allemaal hebben verschillende talenten. We hebben allemaal een bijzondere gave. Maar de vraag is, wat laat je ervan zien? Wat komt uit je? Zet je je licht onder de tafel? Matthäus zegt onder de korenmaat. Wat zegt het dat je iets heel goed kan of niet goed kan? Vele mensen zijn constant bezig op internet, social media, Instagram. Je ziet de mooiste versies van de mensen op Instagram. Mooiste foto, want ze hebben er wat mee gedaan. Ze hebben het bijgewerkt. Ik weet niet hoe die dingen allemaal heten, want ik ben er niet mee bezig. Maar dat denk ik van, ben je zo mooi. En dan wanneer ik je echt zie, dan denk ik, Anna Asma Sam Shitapa foto. Ja? Iemand zei een keer, zet gewoon je eigen foto, want stel je raakt kwijt, men kan je niet vinden, dan moet men die echte foto van je moeten plaatsen. Want als men een bewerkte foto zet, gaat men je nooit vinden. En daar schuilt een beetje waarheid in. Wat doen we met onze vuile was, die we liever niet buiten willen hangen? Je verbergt het. En soms denken we te weten wie we zijn. Maar klopt het ook? In ieder mens, in ieder van ons zijn er plekken, ik noem ze donkere plekken, waarover je niet wil praten, waarover je het niet wil hebben. Ieder mens heeft dat. En als je denkt dat jij het niet hebt, dan heb je het glad mis. Wat is de mens? Wie ben je? Diep in ons is er donkerte, maar er is ook licht. Gelukkig, er is ook licht. En misschien zijn we daar niet echt van bewust, maar ieder mens draagt iets van het licht van God met zich mee. Licht van die schepper die zijn adem heeft ingeblazen in de mens. Zijn geest van liefde die ons doet leven. En als wij ons moeten afvragen wie we eigenlijk zijn, wat heeft God dan daarmee te maken? Vanmorgen hoorden wij het verhaal
over de worsteling van Jacob bij de beek Jabok. Een prachtig verhaal. Degenen die de Bijbel willen uitleggen, die weten er niet goed raad mee. Wat moet ik nou met dit verhaal? Want er zijn oude verhalen die het hebben over riviergeesten, die als een soort wachter de overgang van een rivier kunnen bewaken. En die zeggen, dat is wat daar is gebeurd. Het was een riviergeest die gemaakt heeft dat Jacob niet kon oversteken. Wie is Jacob? Wat heeft hij het als vluchteling bij zijn oom Laban heel goed vanaf gebracht? Hoe kwam hij daar aan bij Laban? Kennen we het verhaal nog? Op aanraden van zijn moeder Rebecca. Dat hij op de vlucht moest gaan voor zijn broer Esau. Want hij had Esau het eerstgeboorterecht ontnomen op een sluwe manier. En Rebecca, zijn moeder, zei, ga weg, want als Esau dit te weten komt, ook Kirjo. Dus Jacob moest vluchten. En dan komt hij bij zijn oom terecht, Laban. En hij raakt verliefd op Rachel. En Laban zegt, oh, je wil met Rachel trouwen, je moet 7 jaar voor me werken. En Jacob werkt 7 jaar. En hij trouwt. Maar op de huwelijksnacht zit hij aan Rachel Mitro, naar Lea, de oudste zus. En Laban zei, ja, maar ik kan toch niet mijn jongste dochter eerst laten trouwen en mijn oudste niet. Dus wil je Rachel echt, dan ga je nog een keer 7 jaar moeten werken. En hij doet het ook. En hij trouwt dus uiteindelijk met Rachel. En samen heeft hij 11 zonen, 12 zonen en een dochter, Dina. En als een rijk man keert hij dus terug naar het beloofde land. Hij is succesvol geweest. Hij heeft hard gewerkt. Onvoorstelbaar. 14 jaar gewerkt om 1 vrouw uiteindelijk te mogen hebben. Voor vele mensen is dat het hoogste dat je kan bereiken. Zo succesvol zijn. Maar weet u, je kunt succesvol zijn. Je kunt heel veel bezitten. En dan ben je toch niet gezegend. Wanneer iemand iets verkregen heeft op niet gerechtigde manier, dan zeggen we toch, daar rust geen zegen op. Dat speelt hier bij Jacob. Want gezegend ben je pas als je je thuis voelt. Gezegend ben je pas als je leeft in vrede met je medemens. Gezegend ben je pas als je gekend en gezien weet. Als je op je echte waarde wordt geschat. Want dan pas gaat er iets van jou uit. Een zegen die ook anderen raakt. Die anderen goed doet. Die anderen in het licht zet. Maar dat heeft Jacob nog niet. Zover is het nog niet bij hem. Er moet nog veel gebeuren. Er wacht hem nog een lange, donkere nacht. Hij moet vechten. En met wie vecht hij? Het staat niet aangegeven met wie hij vecht. Het wordt niet duidelijk. Is het God? Misschien vecht hij daar met zichzelf. Blijft open. Er komt geen antwoord op die vraag. De persoon met wie hij vecht, zegt niet wie hij is. Zegt niet hoe hij heet. En in die man met wie Jacob worstelt, lijkt zijn hele leven mee te komen. Inderdaad, zijn eigen schaduw. Hij, Jacob. Het donker dat hij met zich meedraagt. Die schuld die hij met zich meedraagt. Zijn geweten. Ik heb het eerstgeboorterecht mijn broer ontfutseld op een sluwe wijze. Ik heb het niet verdiend. En hij draagt dat met zich mee. Als een last.
als een schaduw. En zijn naam, Jacob. Jacob betekent bedrieger. Hielenlichter, want al bij die geboorte. Hij en Esau vochten om uit hun moeder te komen. En hij wordt geboren met de hiel van zijn broer in zijn hand. Hij trok hem weer. Ja? Jacob is hielenlichter als bedrieger. Een naam die hij op vele manieren heeft waargemaakt. Maar ook Esau komt daarin mee. Die broer die hem de voet dwars lijkt te zetten in zijn gang naar het beloofde land. Waar hij zich pas echt een gezegende zou kunnen weten. Esau, zijn tweelingbroer, zijn broer met wie hij zich zal moeten verzoenen. Maar is dat mogelijk? Is dat mogelijk? Maar hij zal zich ook met God moeten verzoenen. Want je kunt je laten zegenen door je blinde vader Isaac, door een list afgedwongen, een kop met linzensoep. Je kan die zegen wel hebben gekregen, maar daarbij ben je er nog niet. Want die echte zegen zal je moeten krijgen als een geschenk van God. Jacob komt niet zomaar aan die zegen. Hij zal ervoor moeten vechten. In eerste instantie heeft hij die zegen gewoon gepakt, toch? Bij zijn vader. Hij is het gaan halen. Maar hij beseft, nee, die zegen zal ik van God moeten krijgen. Hij moet ervoor vechten. En hij vecht ook. Want de man die daarbij die beek met hem vecht, de man die hem als het ware aan zijn lurven pakt en ondersteboven trapt en schopt, zodanig dat zijn heupgewricht ontwricht raakt, ja, die man wil weg als het licht wordt, als de dag gaat beginnen. Maar Jacob houdt vast. Hij houdt vast. Ik laat je niet gaan, tenzij je me zegen. En jou krijgt die zegen. Voorafgegaan door een nieuwe naam. Hij heette Jacob, bedrieger. Hielenlichter. Krijgt een nieuwe naam. Een nieuwe kans. Hij zal Israël heten, want hij heeft gestreden met God en met mensen. En hij heeft ook nog gewonnen. Een nieuwe naam, waarmee een heel volk getekend zal worden. Een volk dat met God zal moeten vechten. God die je telkens weer wegroept uit alle valse rust die je mag denken dat je hebt. Ook uit alle berusting die in jouw leven als het ware aanwezig is wanneer het niet spoort. En God die je dan op een ander spoor, een beter spoor wil hebben. God die je wakker kan houden uit je slaap. Kent u dat? Je gaat slapen, maar asribine kom. Want daarbinnen, of daarbinnen, abruya atrubu, je geweten, het klaagt je aan. Je kan niet slapen. God die je wakker kan houden uit je slaap. En Jacob krijgt te horen, strijder met God en met mensen. Israël, strijden ook met mensen. Want soms kunnen we het echt te doen hebben met onszelf. Maar ook met de mensen om je heen. Er is geen lieve vrede. Er worden geen zoete broodjes gebakken wanneer je geweten je aanklaagt. Geen zoete broodjes. Geen vrede. Niet met jezelf, niet met anderen. Wie ben je? Wie ben ik? Wie bent u? Laten we ons kennen zoals we echt zijn.
In dat gevecht in de nacht gaat Jacob niet in de koude kleren zitten. Hij wordt in zijn heupgewricht geraakt, staat er. Dat heupgewricht dat symbool staat voor potentie, voor kracht, voor eigenmachtigheid. En bij iedere stap die hij zal maken in het beloofde land, zal hij al hinkend, al mankend aan die nacht terugdenken. Aan het gevecht, aan zijn nieuwe naam, aan de zegen die hij heeft ontvangen als een geschenk van God. Een nieuwe naam, een nieuwe kans. Zat dat al niet ten diepste in bij deze man Jacob? Komt dat al niet naar voren wanneer hij het gevecht niet uit de weg gaat? Diep van binnen beseft, eerlijk als hij is, het moet anders in mijn leven. Ik kan niet zo door blijven gaan. Schijn welvaart. Schijn succes. Ja, ik heb het allemaal. Maar er is geen zegen daar. Men kijkt me weg. Men praat over me. Kijk, die suffert. 14 jaar heeft hij gewerkt. Oh, mevrouw. Huh? Dat zouden wij zeggen vandaag de dag. En we hebben nog veel meer woorden die we gebruiken naar mensen van wie wij zeggen, daar is geen zegen. Ja, ze hebben wel veel, maar daar is geen zegen. En als je diep van binnen weet, eerlijk weet, zo kan het niet langer door in mijn leven, dan ga je dat gevecht aan, ja. Want je betere ik, je geweten roept. Wie ben je? Ik zou zeggen, koester de ruimte in jezelf. Wees flexibel. Wees open. Wees nieuwsgierig. Voorkom dat je altijd maar op zeker wil spelen. Neem een kans. Het leven bepaalt onze weg. Soms is onzekerheid goed. Het kan heilzaam zijn. Soms is onrust goed, want je gaat nadenken. Wanneer alles gladjes verloopt, denk je niet meer. Het gaat vanzelf. En daar gaan we de fout in. Je bent niet wie je denkt dat je bent. Wie ben je? We zijn niet vaste pinnen. En Paulus schrijft aan het eind van het hooglied op de liefde in Korinthe. Nu ken ik nog onvolkomen. Maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. En hij eindigt door te zeggen, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste daarvan is de liefde. Liefde. Wie ben je? Wie ben ik? Ik, u, bent bemind. Bemind door God. God die zegt, ik ben er voor jou. Ik ben er. Ik ben Yahweh, God. En het is Gods licht dat over u en over mij opgaat. En dan gaat er een lichtje op. Ga je beseffen. Er is altijd een nieuwe dag. Een nieuwe dag die ons wacht. En die nieuwe dag, lieve mensen, die mogen we ingaan. Hinkend, mankend en al. Verschuil dat niet. Laat zien dat je dat gevecht bent aangegaan. Wees er trots op. En laat zien.
Maar laat bovenal zien dat omdat je dat gevecht bent aangegaan, dat je gezegend bent. Amen. Gedragen door het woord, mogen wij overgaan tot de dienst van barmhartigheid. Iedere week mogen we onze gaven geven. U bent thuis, u die niet in de dienst aanwezig kunt zijn, wel in de gelegenheid om uw gaven op andere manieren te geven. U kunt dat deponeren in de box bij de Stuiversvereniging aan de Johan Adolf Pengelstraat. Of u kunt het laten overmaken op de rekening van de verschillende wijkgemeenten. Ik hou u de rekeningnummers voor. Kan dat u dat vergeten bent. Alle rekeningen zijn bij de Surinaamse Bank. De Bethlehemkerk, het rekeningnummer voor de Bethlehemkerk is 9421998. Voor de Centrumkerk is dat 25-15-865. En voor de Morgensterkerk is dat 12-57-099. Dat zijn de rekeningnummers van de verschillende, de drie wijken van de hervormde kerk. We mogen tot God gaan met onze gebeden. We danken voor de offeranden die wij mogen schenken, geven. Zo weet ik van mensen die elke week hun offeranden ophalen en dat verzamelen en dat ook weer afgeven. Uw gave blijft niet ongemerkt en we mogen God danken daarvoor. Laat ons bidden. Barmhartige God, als gezegende mensen, mensen die de strijd, het gevecht niet uit de weg gaan, mogen wij onze offeranden schenken. En dat dat meer mag zijn dan een vroom gebaar. Dat onze offerande een symbool mag zijn voor onze bereidheid om ons leven te breken en te delen. In alles wat we doen en laten. En zo kunt u uit onze handen aannemen en omvormen
uw gaven aan ons, die we ook aanvaarden. Dank u voor deze genadegaven. Dank u omwille van Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. We zingen samen lied 352. Gort u aan, gort u aan, gort u moedig tot de strijd. Vers 1 en 2. 352. Afscheid moeten nemen van enkele gemeenteleden die ons zijn komen te ontvallen. Gisteren hebben wij uit handen gegeven zuster Elzira Slijters. Zuster Elzira is jaren geleden, zo heb ik me laten vertellen, collectante geweest in de Centrum Kerk. We hebben afgelopen maandag afscheid moeten nemen. Wel, hij is ons komen te ontvallen, broeder Henry Leonel Winter, de vader van ex-kerkenraadslid van de Centrumkerk, zuster Astrid Winter. En dinsdag hebben wij moeten vernemen, dat is komen te ontvallen, broeder Eddie Akswijk van de Bethlehemkerk. En zuster Carla van Zadelhof van den Berg, die in de Bethlehemkerk en hier in de Morgensterkerk jaren haar krachten heeft gegeven. De uitvaart voor broeder Winter is komende dinsdag. En de uitvaart voor zuster van Zadelhof is, als het goed is, donderdag aanstaande. We vragen God om zijn bijstand voor de naaste familieleden. We hebben een jarige vandaag in de hervormde gemeente. Er zullen wel meerdere zijn, maar ons is verteld dat vandaag jarig is zuster Mirna Sylvester Klaverweide. Zuster Mirna van de Bethlehemkerk is vandaag
88 jaar geworden. Reden om te danken, reden om dankbaar te zijn, reden om te vieren. Weliswaar niet uitbundig, maar fijn dat zuster Myrna nu ook gekluisterd is aan de televisie of de computer en deze dienst volgt. Wij wensen zuster Myrna heel veel zegen toe, een heel goed levensjaar en dat u gezond en wel mag blijven. Zullen we samen in gebed gaan en al deze namen die we gehoord hebben meenemen. We nemen ook mee onze jongeren, onze kinderen. De school start op 1 oktober. Dat het een goede start mag zijn voor ieder. Er zullen zeker wel foutjes zijn, maar laten we daar niet te veel op focussen. Laten we kijken hoe wij het beste van kunnen maken in dit nieuw schooljaar. De vele aanpassingen die gepleegd zullen worden op school. Van de schoolleiders wordt gevraagd dat ze de verantwoordelijkheid op zich nemen. En niet maar steeds zitten wachten van wat gaat er gebeuren. Maar dat ze de verantwoordelijkheid op zich nemen om die aanpassingen toch zo goed mogelijk te doen verrichten en te komen. We weten ook dat de bussen gaan rijden. En ja, vele mensen houden hun hart vast van ja, hoe zal het zijn in de bus? Moet je weer met mensen dicht op elkaar gaan zitten? Ook daarin laten we God vragen om inzicht, om leiding, dat het allemaal goed mag gaan. Dat we weten dat we ons houden aan die regels. Je masker op. En niet halfjes op, over je neus, over onder je kin door. Dat je afstand weet te bewaren. Dat je regelmatig je handen ontsmet of wast. En dat je, als je niet op straat hoeft, blijf thuis. Laat het niet zo zijn dat omdat de bussen weer rijden, dat straat die furu. En dat je niet weet waar je moet kijken of waar je moet gaan. Het ligt aan ons, lieve mensen. Het ligt aan ons. Hoe gaan wij naar het eind van dit jaar toe? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het nieuwe jaar 2021 ook met een rustig gemoed in kunnen gaan? Laat ons bidden. Dank u wel, Heer, voor een nieuwe dag. En zo hebben we elkaar vanmorgen aan het begin van deze dienst opgeroepen, unzuma ala opodang, un ati en un stem voor prijzen, wie bon helpi man tide en ala tem. Zo zijn we de dienst aangevangen, een loflied, een oproep om u te loven, om u te eren, bewust als we zijn van onze tekortkomingen. En het fijne is, God, dat u dat weet. U kent ze. Maar u bent het die ons telkens weer een kans geeft. En zover wilt u gaan dat u ons een nieuwe naam wilt geven. Dat we mogen weten wie we zijn, door u bemind. Door u gezegend. Dat we mogen weten dat we op elkaar aangewezen zijn. Meer dan wij denken. Dat we mogen weten dat ons leven een leven is met en voor en door anderen. Want niemand kan alles alleen. Niemand. Je denkt het wel. Maar je kan niet alles alleen. We zijn allemaal ergens zwak in. En soms zijn we moedeloos. Soms lijkt het alsof we geen doel hebben. We voelen ons eenzaam, verlaten. We zeggen we zijn arm, omdat we de financiële middelen ontbreken. Maar we zijn rijk in u. Gezegend. Ja, we zijn gekwetst. We zijn ziek.
We zijn doof en blind voor die ander, traag of onhandig. Het geeft niet. U weet wie we zijn. En leer ons daarom elkaar te dragen en te verdragen, God. We kunnen het niet alleen. We hebben de ruggensteun nodig van die ander. Om regelmatig en trouw tot u te kunnen komen. We hebben anderen nodig om vergeving te ontvangen en om vergeving te schenken. Maar bovenal om de liefde een goede kans te geven in het leven van iedere dag. Heer, zo komen wij als mensen weer op de been. En kunnen wij getuigen zijn van uw grote daden. Laten wij niet van de ander eisen dat die volmaakt is, als wij zelf tekortkomingen hebben. Laten we niet vergeten die splinter in ons eigen oog. Laten we bij onszelf te rade gaan. Dat ons betere ik naar voren mag komen. We roepen u aan, o God, op deze laatste zondag in de maand september. We sluiten weer een kwartaal af. Een bewogen jaar is dit tot nu toe. Niet alleen voor ons hier in Suriname, maar over heel die wereld. Bewogen, geschud, door elkaar gehaald, ontricht. Maar al mankend, al hinkend, mogen we verder. Verder met u. We vragen uw zegen voor onze jongeren. Die weer zullen starten met face-to-face, van aangezicht tot aangezicht weer de school mogen bezoeken. Mekaar na lange tijd misschien weer zullen zien. Dat we de voorzichtigheid niet uit het oog verliezen. Maar ook niet zodanig voorzichtig zijn dat we vergeten mens te zijn. Dat we een goede balans kunnen bewaren in het omgaan met elkaar. Want we hebben elkaar nodig. Trouwe God, uw zegen voor al onze jarigen vandaag, in deze nieuwe week. Zuster Mirna viert 88 jaar. En dat bij het noemen van haar naam alle anderen ook genoemd mogen zijn. We bidden voor allen die een geliefde hebben verloren in deze afgelopen dagen. Je voelt het gemis. Je voelt die leegte. Je ziet het in de ogen. En je leeft mee. We bidden ook voor allen die ziek zijn, thuis of in een instelling. Dat de zorg geboden kwalitatief is, goed is. Dat die zorg geboden liefdevol is. Dat die zorg geboden voldoende is.
Er zullen steken vallen. Maar dat we elkaar daarop niet te veel aanrekenen. Neem ons bij de hand. Ook de totale hervormde kerk Suriname. We zullen in de komende week een aanvang maken weer met de diensten in de wijken. Dat we ons hierop goed voorbereiden, mentaal en fysiek. Dat onze kerkenraden hun plaats innemen, hun verantwoordelijkheid nemen met de predikant, met de dominee, om zo de gemeente te mogen verwelkomen. We danken voor alles dat we hebben mogen doen de afgelopen maand, de afgelopen maanden als gemeente. Er is zoveel dat te doen valt, zoveel dat ter hand moet worden genomen. We weten dat er kerkenraadsleden zijn die reeds hebben aangegeven, we zullen niet doorgaan in het nieuwe jaar. En zo zullen er vacatures zijn. We vragen dat u de harten van gemeenteleden raakt om toe te treden, om ook hun schouders onder het werk te zetten, om uw kerk, deze denominatie hier in Suriname, verder te dragen. We moeten het met elkaar doen. U hebt ons aan elkaar gegeven. Trouwe God, we komen tot u met zoveel. We komen tot u met hoe we zijn en wie we zijn. En we zeggen, neem ons bij de hand. Laat ons niet eigengereid, koppig, weerstand bieden. Maar openstaan, flexibel zijn. In die ruimte staan die u biedt. Hoor ons, God, als we zo tot u spreken. En we vragen het, omwille van Jezus, uw Zoon, die ons leerde deze woorden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Lieve mensen, we zijn gekomen aan het eind van deze viering. En we zingen tot slot lied 437. Speciaal voor onze jarige zuster Mirna, voor alle andere jarigen. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. We zingen alle drie versen. Lied 437. Mag ik u uitnodigen te staan?
mogen deze nieuwe week tegemoet treden. En als het zo moet zijn dat u een gevecht moet leveren met uzelf, met God, schroomt u niet, ga dat gevecht aan. Als het moet zijn dat u hinkend, mankend vanuit dat gevecht komt, laat dat zien. Laat zien dat u gezegend bent. Gezegend door God zelf. En wees u dan op uw beurt weer een zegen voor uw omgeving. Ontvangt u de zegen van de Heer. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over uw lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen. Hij geven u zijn vrede. Fijne week voor u allen toegewenst.